kan maar één ding betekenen. De bank is geleverd! Hoe lekker ziet dit eruit? Mijn camera stopt er opeens mee. Hoeveel zie jij nog? Zout en zuur. Goedemorgen, het is maandag en ik begin de dag thuis met een heel interessant kleurrijk pakket. Ik ga namelijk voor het eerst in mijn hele leven een juice cleanse doen. En het bewijst ook wel dat ik echt een rookie ben, omdat ik dus niet goed wist dat je eigenlijk al een paar dagen van tevoren moet beginnen met clean eating. Nou, heb ik gisteren wel echt rustig aan gedaan en gezond gegeten en vegetarisch gegeten en geen alcohol gedronken. Dus ik denk dat het wel kan. Maar goed, het wordt een leuk experiment. Ik doe het eigenlijk vooral omdat ik gewoon dol ben op deze sapjes. En omdat ik het heel leuk vind om te kijken hoe ik me dan voel. En wat het doet met je lichaam en je huid en zo. Als ik heel erg honger heb, dan eet ik er wel iets bij. Ik kijk wel even hoe het gaat. Ik begin met een flu shot. Wat heel fijn is, want ik voel me ook redelijk ziek. Dus daarom is dit ook een hele lekkere aanvulling. En dan zitten er allemaal fruit- en groentesapjes bij. Ook een paar green juices die ik altijd oversla. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat. En de Vanilla Sky, wat almond milk, coconut sugar, vanilla powder en sea salt is. Wat ik heel lekker vind. Die drink je de hele dag een beetje door. Dus experiment nummer 1 gaat nu van start. Heel lekker. Oh yes, dit is mijn favo, de Dragon's Breath. Die neem ik altijd. Met peer, appel, wortel, grapefruit, beet, dat soort dingen. Even kijken. Eerst een glas water heb ik gedaan, dan de shot. Dan ongeveer 2 uur tussen de flesjes. Geen koffie. Chill voor de maandagochtend. Ik ben nog steeds best wel ziek en super gaar. Maar ik ga even naar buiten om koffie te drinken met Kim. En dit heb ik aan. Hele lekkere grote trui. Chanelletje, Adidas broek en grote sneakers. Kortom, een soort pyjama die ook naar buiten aan mag. Ik ben op kantoor met Evie doos aan het uitpakken. Kijk eens welke buurvrouw hier aankomt. Hallo! Oké, ten eerste, wat is dit voor goddelijke jas? Een soort trenchcoat meets ruitje. En jij hebt de smeg geadopteerd. Ik wilde eigenlijk in mijn pyjama komen. Mijn ja, heb ik ook gedaan. Pyjama en jogging. Ik heb dit ook al 3 dagen aan volgens mij. Dat is prima. Dit wil ik dus ook. Dit is echt amazing. Ja, heel effectief. En de werkdag zit er bijna op. Het is nu 5 uur. Ik heb nog wel veel te doen, maar ik moet zeggen dat die juice cleanse echt wel wennen is ook. Ik begin een beetje lightheaded te worden. Ik denk ook, waarom begin ik hier op een maandag aan, terwijl maandag en dinsdag altijd super intensieve dagen zijn. Dus nu zit ik even te denken, wellicht was dit mijn inkomendag, dan kan ik vandaag heel clean gaan eten, morgen heel clean gaan eten. En dan woensdag, donderdag, vrijdag de cleanse doen. Dan heb ik iets meer ruimte om qua energie een beetje te minderen. Ik denk dat ik het even had onderschat en nu ik wat meer mijn research heb gedaan, lijkt me dit een top idee. Dus, to be continued overmorgen. Het is wel heel lekker. Ik dacht altijd dat ik geen groene sapjes lekker zou vinden, maar dit is easy going en het smaakt gewoon eigenlijk heel fris naar appel, komkommer, een beetje citroen, dat soort dingen. Dus ik voel me wel al gezond, maar ik heb dit toch, ik moet dit even profi aanpakken. Goedemorgen, ik sta op het punt om naar de Linda-redactie te gaan. Het is nu 8:10. Ik ga denk ik nog even een paar minuten wat werken en dan spring ik in de auto. En heb ik een prima dag denk ik voor me en daarna een diner met de belangrijkste adverteerders, dus dat is leuk. Ik ga even opzitten en ik heb een lekker jumpsuitpak aan wat zo lekker zit en voelt alsof je een bank uit de jaren 70 bent. Ik ben nu op weg naar het Soho House, waar ik een lunchafspraak heb met Ibele, de art director van alle Linda specials. En dat vind ik zo'n mooie plek. Ik heb qua service, vooral bij de lobby, een beetje wisselende ervaringen. Maar ik vind het wel een hele fijne, mooie locatie. En hier gaan we lunchen. En de spa is trouwens heel chill. Good morning world. Ik ben net wakker geworden van geluiden om me heen en van buren. Dus ik heb heel kort geslapen, maar ik ben nu wel gewoon echt wakker. En ik denk dat ik misschien de gym in ga. Mijn batterijlampje knippert terwijl ik hem de hele nacht heb opgeladen. Ik hoop niet dat er is wat. Oké, lekker dan. Mijn camera stopt er opeens mee. Hij zegt dat er een error met de lens is en de batterij is aan het knipperen terwijl ik hem de hele nacht heb opgeladen.
super weird. Dus hij valt gewoon uit. Ik hoop niet dat hij nu weer stuk is. Deze vlogcamera, die is van Canon, de G7X. Iedereen heeft die en iedereen heeft er zoveel problemen mee. Het is ook de camera waar die schroefjes de hele tijd los van gaan. Super raar. Ik hoop niet dat dat zo is. Dat ik een derde zou moeten kopen. Dat ga ik gewoon echt niet doen. Dus als iemand een vlogcamera weet, een goed klein cameraatje om mee te filmen, let me know. Ja, ik zit dus te denken om even te gaan sporten. Mijn huid ziet er eindelijk ook weer beter uit. Op een plek hierna eigenlijk. Wat bij mij altijd heel erg helpt, zijn een paar dingen. Als eerste sporten is gewoon echt een gamechanger geweest voor mij. Ik denk doordat je je bloedsomloop gewoon lekker laat stromen. En het geeft je huid echt een soort energieke look. En heel goed reinigen, schoonmaken. Wat maskers nemen. En verder, hoe minder suiker, zuivel en alcohol ik eet en drink, hoe beter het ook echt gaat. Dus dat zijn dingen waar je best makkelijk mee kan spelen. Als tip. Oké, hij lijkt het weer te doen. Even kijken hoe lang dit goed gaat. Ik ga naar de gym. En de apps beginnen te showen. Ik doe eigenlijk geen app routine of zo. Ik sta vooral veel op de loopband en doe wat armen, rug en benen. Maar ik heb van mezelf altijd best wel een gespierde buik gehad. Dus dat komt er nu een beetje door. Oké, dit is echt heel irritant. Ik hoop dat dit snel gefixt kan worden. Oh my god. Geen weekvlog. Hey guys, ik vlog maar even verder op mijn iPhone. Ik ben nu op kantoor en ik kom er ook achter dat ik mijn hele mooie schelpoorbel die ik net nieuw heb verloren ben tijdens het brommerrijden. Dus dat is, ik ben helemaal in spullenmineur. Wat echt stom is, want het zijn maar spullen en zo. Maar je werkt gewoon hard voor dingen en je spaart voor dingen. En het zijn je eigen spulletjes die je ook nodig hebt of waar je blij mee bent. En dan is het gewoon heel annoying. Best wel een mooi lichtje vandaag. Ik ben lekker met Evie op kantoor en we gaan aan wat dingen werken waar we mee bezig zijn. Daarover later meer. Zometeen komt Vivian even langs. Die is hier op kantoor. Natasja van Bogaert PR zit ook in dit gebouw. En zij is daar. En H&M komt zo even iets opnemen. Voor een intern filmpje. Waar ik natuurlijk als super fan van alles over kan vertellen. En dat een beetje. Daar komen ze dan. Hallo. Oh, Jara Smikkels. De meiden en Harvey. Oh, dit is de ster van de show. Ah, oh, haar best zo knap en jongen. Ik ben weer thuis en ik heb nog steeds geen werkende camera. Ik zie dat Canon al mijn berichten leest, maar ze hebben nog niet echt gereageerd. Dus ik hoop gewoon dat ze dit super chill op gaan pakken. Het is super lekker weer en ik wil eigenlijk even naar buiten. Maar ik ga zo naar een concert met mijn familie. Mijn ouders zijn heel erg van het samen activiteiten doen en zo. Dus als ze een cadeau geven is het vaak zoiets. We gaan naar Thomas Azier met Milan, Kirsten, ikzelf, Jordi. Super gezellig. Dus ik ga snel even wat eten maken of bestellen en nog iets afmaken. En dan gaan we al die kant op eigenlijk. Hey guys, ik ben weer op kantoor en nog steeds geen vlogcamera in mijn leven. Ik heb ook nog niet echt reactie gekregen. Dus ik hoop echt dat ze dit vandaag even oppakken. Dit heb ik vandaag aan. Een soort vliegenierspak met schoenen van Topshop die best wel pijn doen. En hele lekkere accessories. Mijn make-up is door mijn ene traanhoog alweer hier bijna weg. Daar moet ik echt wat aan doen. Het is echt belachelijk. Hoe lekker is dit pak wel? Ik ben echt dol op dit soort jumpsuit-achtige dingen die je op allerlei manieren kan dragen. En dat je gewoon meteen een look hebt. Ook wel verliefd op deze oorbellen. En het leuke is dat één een oranje kleurig achterkantje heeft. Het maakt het net even iets bijzonderder. Echt hele mooie kwaliteit ook. Nou, ik moet zeggen trouwens, het metalen stokje is een beetje verkleurd. Dus dat vind ik helemaal niet goed. Dit vind ik mooi, maar het metaal wat gebruikt is niet zo. Oké, tot zover. Heel lekker weer. En Evie en ik gaan even buiten zitten om door wat ideeën heen te lopen. Ik was net met Suzanne, de beeldredacteur van de Linda Meijden. En we hebben hele leuke dingen bedacht. We zitten echt soort van te streven naar het perfecte lekkere nummer. En we zijn nu bezig met het nummer dat na het zomerboek komt en dan daarna het winterboek. En ik ben zelf echt heel excited. Er zit één nummer tussen wat iets meer high fashion ook wel wordt, maar op een hele lijpe, stoere manier.
zeg maar een beetje FKA Twigs-achtig muziek meets fashion gevoel. Ik kan er niet te veel over zeggen, nog echt zoveel zin in. Wordt ook een heel leuk thema en het winterboek wordt denk ik ook mega gaaf. Inhoudelijk hebben we die nog niet staan, maar de persoon die op de cover komt, daar heb ik wel veel zin in. Dus dat zijn leuke dingen om over na te denken. En ik heb eindelijk een stickervel er doorheen weten te pushen. Die zit in het zomerboek. Zo leuk. Wat zit er in die meetdoos? Een lamp, of niet? Ja, een lampkamp. Ik heb een hele spannende lamp besteld voor in mijn slaapkamer. Het heeft een soort papieren look bijna. Het leek mij wel vet voor in mijn slaapkamer. Ja, wel cool, hè? Leuk op je zwarte muur. Oké. We gaan even plannen doorspreken met een colaatje in de zon. Kijk wie we hier hebben. Even anders lengteverschil. Dit is mijn tweelingbroer. Hij komt bij mijn kantoor kijken. Vet leuk. Dan zul ik al een biertje te pakken. Even is lekker ijverig te werk. Ik zit met Evie op het terras. We hebben haar de brui aangegeven. Hallo. Oké, nog wel met laptop, dus dat is oké. En Evie gaat nu haar eerste oester eten. Zo spannend. Oké, ja? Ben je klaar voor? Ja. Zout en zuur. Oh, dit vind ik wel echt lekker, maar ik heb nu echt doorgeslikt. Oh, maar dit voelt heel erg mee. Oké. Ik ga nu nog even met Kim buiten zitten en ik heb dus elke dag mijn eigen patent leather tasjes bij me van echt leer, waar ik zo blij mee ben. Ik zet even de link waar je ze kunt vinden in de bio. We hebben ze in lila, groen, blauw, bruin en zebra suède en ze zijn echt awesome! Gewoon het perfecte formaat. Hele goede morgen. Het is zaterdag. En ik heb net mijn nagels laten doen bij Lakwerk. Check deze amazing kleurverloop. En ze zijn mat. Love it. Nu ben ik lekker met Jordi op pad. Die een lichte hangover heeft. Ze hebben net best wel teleurstellend geluncht. Echt best wel niet lekker. Toch zonde altijd. Nu zijn we een beetje rond aan het struinen. Maar ook zijn we best wel gaar omdat ze goed hebben geslapen. Dus ik denk dat we zo even naar huis gaan, heel even gaan liggen. En dan heb ik met Nicole afgesproken. En gaan we uit eten met het groepje waarmee we ook de Fabienne Chapeau persstrip laatst hadden. Dus allemaal hele leuke vriendinnen. Super veel zin in. Ik heb me opgemaakt. Mijn haar een beetje gekruld. Geslacht eigenlijk. Geslacht. En dit pak weer aan. Dit keer met een nude shoe. En dit tasje als riem. Mijn iPhone, ik heb een 8 Plus en die past hier dus net niet in. Dus ik heb hem eigenlijk pas één keer eerder heel even gebruikt. Mocht iemand hem willen overnemen, laat het me ook zeker weten. Het is echt een cutie. Maar ja, ik ben dol op de kleur, maar hij is voor mij gewoon net te klein. Ik ga nu lekker uit eten met Fabienne Chapeau en haar team en Linda en Nicole. En Nicole en ik gaan even iets eerder meeten om lekker bij te kletsen. Dus dat is heel gezellig. We gaan naar de gym. Jordi heeft een man bun. Ik vind het wel leuk staan. Kijk. Ik ben nu in de Utrechtse straat. Ik heb lekker gesport, gedoucht. En nu ben ik op weg naar de Ritual Spa. Waar ik een super lekkere behandeling mag doen met de Chado lijn. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of het gezicht, lichaam, voeten is, whatever. Ik laat me gewoon verrassen. Echt een heerlijk cadeautje. Oké, dit ziet er zo rustgevend en mooi uit. Ik ga ook meteen in mijn Whisper of Spa voice praten. En ik krijg dus een hele lekkere rugmassage, benen en voeten. Dit was zo ontspannend. Ik ben helemaal alsof ik op een wolk zweef. Hallo daar!
Weer welkom bij een stuk hele ingezoomde vlog op de iPhone. Dit kan maar één ding betekenen. De bank is geleverd! Ah! Hoe ziet dit eruit? Echt lekker, man. Welkom bij de nieuwe filmsetting. We zijn nu onderweg naar het plantencentrum. We hebben er één gehad. Ruikt wel lekker. Oh, het is echt pittig in deze kleine auto. Ik hoop dat ze het allemaal redden. En dan is het kantoor bijna af. Dan gaan we denk ik straks nog even een improvisorisch gordijn ophangen. En dan is het echt heel erg anders dan heel erg aangekleed alweer. Give it to him, give it to him. Dit gaat helemaal mis. Hebben je de Monstera Perissum? Met nieuw blad, zie met ik nieuw al. Nieuw blad. Daar staat een plant die niet voor consumptie is. Toch even geproefd zojuist. Oh, ik word hier echt helemaal melig van. Het rijden met deze planten is medium voor het antwoord. Hoeveel zie jij nog? Hoezo? Ik ben helemaal stuk. Ik heb ook zo'n honger. Mijn zij aan zit. Hallo. Hallo. We zijn er weer en dit is dus ongeveer het beste aan ons kantoor. Een lift. Een improvisatie met doek en penaisjes. Thank you.